Donderdag werd de dag gevierd dat Cambuur precies 50 jaar bestaat. Op de echte verjaardag stond er iets bijzonders op het programma. De heren spelers van het allereerste Cambuur elftal uit het seizoen 64-65 waren namelijk uitgenodigd voor een lunch met de directie en een rondleiding door het Cambuur Museum. Het was met recht een bijzonder weerzien tussen club en oudspelers. Want zo mooi wordt het nooit meer als die allereerste keer. Vraag maar aandacht. Ja, Joep Smit, vandaag is de dag. Cambuur is vandaag echt daadwerkelijk 50 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, zou ik zeggen, namens GPTV. Hartstikke mooi, bedankt voor de attentie. En ja, dat is ook een bijzondere dag voor de club. We hebben net gegeten met een aantal leden van het eerste elftal van 1964-1965. Eigenlijk het eerste kampioensteam, toen nog van de tweede divisie. En ja, en dan moet ik eerlijk zeggen, dat zijn toch wel mooie, bijzondere dagen zijn het eigenlijk al met het Cambuur Museum. Ja, en formeel is het vandaag inderdaad 50 jaar. Ja, nou, daar werden de mannen van het eerste uur bij betrokken. U zei het al, net een lunch met ze gehad. Welke namen treffen we allemaal aan vandaag? Nou, dat zijn er toch nog acht die er zijn. En ja, dat is natuurlijk 1964. Dus als je ervan uitgaat dat ze allemaal destijds ergens in de 20 waren of begin 20. Dus dan, ja, dan zit de leeftijd nu op 70 jaar. Maar ja, dat zijn natuurlijk de heer Tardy, Hiemstra. Kijk, ik kan ze niet allemaal opnoemen. Roelsema. Ja, die zijn allemaal gekomen. En dat is hartstikke mooi. Gerrit Tardy, ja, van het eerste uur van Cambuur nog gespeeld onder Jan Bens. Maar dat was een korte carrière, heb ik begrepen. Ja, een hele korte carrière. Want ik heb vanaf de eerste wedstrijd, toen we begonnen, kreeg ik last van mijn Achillespees. En een van de minste blessures die een voetballer kan hebben, is een Achillespees. Dus ik heb toen 5 wedstrijden ben ik gestart, maar die ik nooit heb kunnen volbrengen. Omdat je te veel last had, hè. Dus er is ook verder helemaal niks aan te doen geweest. Dus ik heb toen de tijd mijn carrière als profvoetballer op moeten geven. Hoe was dat voor u? Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk terugzien op hele mooie jaren. En als je dus dan sport gedaan hebt, want ik deed ook een atletiek. Ik deed dan schaatsen en dan kaatsen veel. In Friesland ben ik dus op 25 jaar leeftijd mee begonnen. Maar daar heb ik dus heel veel plezier aan beleefd. Dus, en je had ook een beetje een naam. Kijk, als je Jansen of de Vries of wat ook is, en je Tardy. Nou ja, kijk, dat is een naam die komt niet voor. Dus dan weet je helemaal wie het is. Dus ik heb er wel veel baat van gehad, hoor. Dan kom je bij een club in opbouw. Vecht het ook nodig inspanning? Ja, wat voor geestelijk dus niet. Lichamelijk was het vrij zwaar. In het begin vooral was die training van Jan Bens, dat was in het begin wel even aanpakken. En dat was nou niet helemaal gewend. Ik kwam bij Bekwik weg, Groningen. En ja, daar werd dus ook gevoetbald. Maar de voetballerij hield ermee op omdat we teruggingen naar het amateurisme. En toen werd ik getransfereerd naar Leeuwarden toe. En dat was wel leuk. Het was een hele verandering en een bijzondere beleving eigenlijk. No? Maar goed, Cambuur heeft dus altijd wel een plaatsje veroverd. Je hart is een beetje te veel gezegd, maar het is altijd wel leuk. Hè? Dat je bij Cambuur, je wordt er ook op aangesproken. Hè? Van, als je ergens bent, dan heb jij vroeger niet bij Cambuur gevoetbald. En zo, dat is wel leuk. Hè? Ze kennen hier en daar kennen ze je nog wel. Nou ja, er is een foto in het begin van het seizoen, hè, van 64-65. Dirk Roelsema, kijk, daar ben ik met het brulletje. Het is altijd makkelijk uit te halen. Aarde van der Wel, De Grosso, Johan Wieriga. Een buurtvriendje van mij van Groningen. Zo mooi wordt het nooit meer. Als die allereerste keer. Vraag maar aan de grote wier. Die was erbij de eerste keer. Die allereerste keer. Wat zou nou nog het mooiste cadeau zijn voor een jarige voetbalclub? Nou, het mooiste cadeau, ja, er zijn natuurlijk vele mooie cadeaus. Het feit dat we het 50-jarig bestaan vieren in een voetbalclub is niet altijd even makkelijk. Met ups en downs, en dan heb ik het voornamelijk over de financiën. Ja, we hebben hier wel een van de clubs met de grootste beleving in mijn ogen. We staan ook allemaal achter de club. Maar de club bestaat natuurlijk uiteindelijk dankzij de supporters. En ik
de bloemen neem ik als voorzitter in ontvangst voor de supporters. Bij deze van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Die allereerste keer.